mensen, welkom bij een nieuwe video van Swap. En vandaag gaan we weer 3 brainbreaker vragen stellen aan mensen. En we gaan zien als die mensen slim zijn. Zijn jullie klaar voor? Oké, let's go! Ik ben hier met... Kwame. Jonis. Hoeveel jaar zijn jullie? 17. 16. Benoit. Green. En Louis. Hoeveel jaar zijn jullie? 23. 21. Ik ben 26. Xander. Oké, Xander. Hoeveel jaar ben je? 15. Leila en Luna. Hoeveel jaar zijn jullie? 15. 14. Emiel. 10. Hoeveel jaar zijn jullie? 17. 17. 16. 16. 17. Onmogelijk. Hoeveel jaar ben je? 14. 14. Ja. 15. Bijna 16. Ah, oké. Eerste vraag. Hoe noem je iemand uit Mongolië? Mongolische keks, keks, keks. Nee. Mongool. Mongool! Ja, man. Wat voor Mongolië noem je Mongool? Ik weet niet, man. Overvraagd. Hoe noem je iemand uit Mongolië? Yo, hij wil nu sowieso dat ik Mongool antwoord, maar dat is het antwoord niet. Mongoliaan. Kan een Mongool? Nee. Jee. Ja, gewoon een mens ook. Een mens? Ja, gewoon een mens. Nee. Je moet een beetje hokken. Een beetje hokken. Ja. Iemand uit Mongolië. Ik zou een Mongoliaan, ik ben hoor. Ja, Mongoliaan. Ja, Mongool klinkt zo erg. Nee. Het kan zijn. Nee, ik weet niet, man. Mooi, jongen. Ik ga ook mee met de rest. Mongoliaan. Ja. En hij? Mongoliaan, ja. Mongoliaan. Eerste vraag. Ben je er klaar voor? Ja. Kijk naar boven en kijk naar de camera. Ja. Ja, dat bedoel ik. Nee, niet zo. Zo kijk naar de camera. Ja, juist. Mooi, je petje. Ja, dat bedoel ik. Oké. Hoe noem je een inwoner van Mongolië? Downy. Inwoner van Mongolië noem je een? Downy. Stupid! Jeet. Mongolies. Mongolies? Ja. Dat dan een Mongol? Wat? Dat dan een Mongol? Nee. Ja. Benin? Wat is het dan? Ja, wat is het? Mongolier. Ah, nee. Mongol, Downy, Mongoliaans. Hoe noem je iemand uit Mongolië? De Mongol? De Mongol. Een Mongoliek of zo? Oké, jullie krijgen de laatste kans. Ja, ik blijf bij mijn Mongool. Een Mongool? Ja. Een Mongoliek. Ja? Wat? Een Mongoliek. Hoe noem je iemand uit Mongolië? Mongolier. Mongolier. Ja. Of ja. Ik weet het niet. Een Mongool. Ik weet het, ja. Een Mongool. Ja. Ben je serieus? Nee. Jawel. Oh, wat denk je? Mongolier. Mongolier. Ja, Mongolier. Ja. Oké, het is de vraag. Hoofdstad van Brazilië? Rabat. Rio de Janeiro. Je zegt Rabat. Van Marokko. Dat weet ik. Rio de Janeiro. Hoofdstad van Afrika? Zuid-Amerika. Onze Afrika, Zuid-Amerika. Nee, ik weet het niet. Zuid-Rabat. Wat? Zeg opnieuw. Rabat. Zuid-Rabat. Zuid-Rabat. Of Noord-Rabat. Oost-Rabat. Hoofdstad van Brazilië. Aguero Rio de Janeiro of zoiets. No! Hoofdstad van België. Brussel. Nederland. Amsterdam. Duitsland. Berlin, ik weet het. Portugal. Dat weet ik niet. Zo makkelijk! Hoofdstad van België. Brussel. Nederland. Amsterdam. Duitsland. Ik ben echt fucking dom, ik weet dat niet. Ik ging zeggen Wenen, maar dat kan niet. Is dat zo? Nee. Wenen? Nee, dat kan niet. Dat is zelf denk ik een land of zo. Hoofdstad van Brazilië. Rio de Janeiro. Okay. Ja, ik denk dat ook wel. Ik weet dat niet, ik weet dat. België. Brussel. Nederland. Amsterdam. Duitsland. Berlijn. Oké. Portugal. Lissabon.
Spanje. Madrid. Hoofdstad van? India. India? Ja. De hoofdstad? Ja. Bangchik Banka. Spel is het woordje top. T-O-P. Oké, zeg top heel snel, twee keer achter elkaar. Top, top. Nu vier keer achter elkaar. Top, 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 top. Wat doe je voor een groen stoplicht? Stop. Wat, hè? Huh? Groen. Groen stoplicht, stop je. Nee, doorgaan. Ah. Dit is het einde van de video. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En mensen, hopelijk zie ik jullie terug. Salut, boys.